Ja, omdat wat er in de krant stond, dat hij te veel onder druk verwachtte te komen staan door de publiciteit eromheen, wat ik mij voor kan stellen. Johan, jouw bericht van de dag. Ik heb met verbijstering kennis genomen van het feit dat Gerald Vanenburg niet op de verkorte trainerscursus mag, omdat hij niet genoeg praktijkervaring zou hebben. Ik heb nog nooit zo'n kul gehoord. Die jongen die maakt deel uit van onze gouden generatie, de enige generatie die een hoofdprijs gewonnen heeft in 88 door Europees kampioen te worden. Hij is met Ajax en PSV is die kampioen geworden. Ze hebben bekers gewonnen. Hij heeft Europa Cup 1 met PSV gewonnen. Wat wil je nog meer? En als die man niet voldoende praktijkervaring heeft, dan moeten ze helemaal stoppen met trainerscursussen. Ik ben duidelijk, waar gaat het nog over? Kees, jouw bijdrage. Ik las met grote instemming het bericht van Foppe de Haan in de Volkskrant dat hij gisteren na afloop van de wedstrijd Utrecht-Heerenveen positief was geweest over de scheidsrechter, Oskam. Je moet niet vergeten dat de Haan dat nooit is. Dat hij zeer snel nog heeft gezegd dat alle scheidsrechters slecht zijn. En dat hij nu dus zegt, ik moet dat enigszins herstellen, wat terugnemen. Want er is wel een goede scheidsrechter. Ik kan me daar helemaal in vinden. Want ik heb dezelfde gedachten over scheidsrechters. Er zijn er weinig goede en af en toe kom je ze een hele goede tegen. Dus een bericht met instemming. Ja, en met positief begin. Positief beginnen, meneer Van Rij. Wat was het genieten zaterdagavond, hè, Fortuna PSV? Och, ja. Zullen we het daar maar niet meer over hebben? Is dat zo erg? Ik vond het inderdaad zo erg, ja. Ik wil daar niet zoveel goed praten. Ik vind dat we daar het publiek een hele slechte dienst bewezen hebben. Het publiek heeft nu al massaal gereageerd, ook voor de uitzending al. Bijvoorbeeld Maurits van Rijswijk uit Zandvoort, die zegt 3 is te veel. Meneer Van Rij, hoe kan het nou toch? 3 centrumspitsen, Vennegorf, Hesseling, Brugman en Kesman. Terwijl de heer Gerrits al aangegeven heeft dat dat helemaal niet kan. Moet u niet ingrijpen, vraagt deze Maurits. Nou, lijkt mij beter om dat aan de voetbalheren over te laten. Dus Erik Gerrits heeft genoeg bewezen dat hij een vakman is door 2 keer achter elkaar kampioen te worden. En hij is best in staat om ook dit probleempje weer recht te trekken. Dus ik vind dat we daar gewoon rustig mee moeten gaan en het aan de vakmensen moeten overlaten. Die zijn daarvoor. En voor dit soort zaken is de voorzitter niet de geëigende man. Nee, toch niet? Nee, absoluut niet. Johan Derksen misschien dan? Nou, of ik de geëigende man ben, dat weet ik niet. Maar je zit natuurlijk in Nederland met het probleem dat dankzij Kees en dankzij RTL 5 alle goede wedstrijden op het scherm komen. En zo'n weekend zit je dus thuis op de bank al het voetbal te aanschouwen. En de ene wedstrijd is toch beter dan de andere. Je ziet in ieder geval allemaal topvoetballers in beeld. En als je dan overschakelt naar de Nederlandse studio Sport, dan is dat ontnuchterend. Zo slecht het niveau in Nederland is, vergeleken bij Engeland, Spanje. Duitsland is dan niet zo aantrekkelijk, Italië ook wat minder. Maar toch, de voetballers zijn van betere kwaliteit. En meneer Van Rij is alleen verantwoordelijk voor PSV en die heeft daar pijn in de buik van. Maar ik heb al die andere wedstrijden ook gezien. En we troffen het dit weekend heel slecht. Ja. Maar het was wel eens een keer een heel duidelijk beeld hoe de situatie van het huidige Nederlandse topvoetbal ervoor staat. Dat is bijzonder treurig. Ja, ik moet. Je was erbij, hè? Ja, ik was erbij. Ik mocht erbij zijn bij Fortuna PSV. En ik sluit me geheel aan bij Van Rij. Dit om het wat gezelliger te maken. Het was verschrikkelijk. Ik heb zelden zo'n slechte wedstrijd gezien. Maar het opvallende was, wij hebben die live uitgezonden dus, maar we zonden ook live de wedstrijd tussen Lazio en Milan uit gisteren. En laat die dan net zo slecht zijn geweest als Fortuna tegen PSV. Dramatisch, niet om aan te gluren. En eigenlijk, maar dat weet je bij voetbal nooit, het uitzenden niet waard. En toen bedachten wij aan het eind van een lang weekend dat uitgerekend het voorbije weekend ongeveer het slechtste was in de historie van het voetbal dit seizoen. Want Liverpool is ook niet veel bijvoorbeeld. Dat was helemaal niks. Daar ben ik wel met je eens. Ik vind het Italiaanse voetbal van alle buitenlandse competities het minst aantrekkelijk, omdat het zo zakelijk en zo op hun resultaat geënt is. Maar daar zie je in ieder geval nog 22 goede voetballers met een goede basistechniek en zo. En dat kun je dus in Nederland absoluut niet zeggen. Nou, wat mij opviel dat de Bellagio en Milan, wat toch 2 grote namen zijn, ook heel weinig goede voetballers liepen, maar ze speelden niet goed. Het is geweest. Ook daar is nu een splitsing aan de gang. Dan horen Lazio en Milan niet meer bij de top. Dat blijkt ook wel, want Lazio is ook uitgeschakeld in de Champions League. Dus volgend jaar geen Italiaans voetbal meer op Canal Plus? Nee, zoals wij ook Nederlands voetbal blijven uitzenden. Want je moet ook blijven uitzenden. Je moet ook schrijven in een blad bijvoorbeeld over dingen die niet goed zijn. Blijven ook slechte wedstrijden uitzenden. Ja, daar kom je soms niet aan. Ik zou daar toch wel iets aan willen toevoegen. Ik hoor hier de geweldige kritische kanttekeningen bij het niveau van het Nederlands voetbal. Ik zou daar wel op willen wijzen, ja, maar in vergelijking tot het buitenland wordt hier duidelijk gesteld dat het Nederlands voetbal daar ver bij achter blijft. Geen goede voetballers heeft, dat heb ik gezegd.
Wat, ja, nou goed, maar dat is niet de mensen onbelangrijk in onze dat nou, ben ik met u eens, meneer Van Rij. Maar ik wil zeggen dat dezelfde meneer Derksen destijds, 2-3 jaar geleden, toen ik reeds aangemeld heb dat dit een onvermijdelijk gevolg was van alle ontwikkelingen naar het Bosmanenreis, en ik toen gezegd heb dat we dus aan die problematiek iets zouden moeten doen. En zouden moeten kijken hoe dat wij dat in de kleine landen zouden kunnen redden. Toen ben ik ook weggehoond, ook door meneer Derksen. En door mij. En door jou. En jullie hebben dus met z'n tweeën ook schuld eraan dat we in ieder geval, en ik zeg niet dat de Euroleague de oplossing is, heb ik nooit gezegd. Ik heb alleen gezegd dat het probleem er ligt en dat we iets aan het probleem moeten doen. Maar niemand doet iets aan het probleem om het op te lossen. En als we zo doorgaan, dan ligt het er over 5 jaar. Alleen is het dan nog erger, want dan zenden jullie niemand meer Nederlands voetbal uit. Dat is een trend die heel duidelijk waarneembaar is. En laten we daar nu eindelijk eens met z'n allen eensgezind proberen iets aan op te lossen. Als ik van de week lees, om bijvoorbeeld een column van Henk Spaan, waarin hij zegt van moet luisteren dat het hoog tijd wordt dat Van Bommel bij PSV weggaat omdat hij hier niets meer kan leren, dan snijdt mij dat erg diep als voetballiefhebber dat wij dat over het Nederlands voetbal moeten zeggen. En dan vind ik dat nog erger dat we er allemaal nooit iets aan gedaan hebben om het te voorkomen. En op het moment dat het zover is, beginnen we te klagen. Maar je moet vooruitzien en je moet niet constateren op het moment dat er... Nee, daar ben ik het mee eens. Maar ik moet wel zeggen dat nu even de lichte paniek die blijkbaar is uitgebroken naar aanleiding van een heel slecht weekend, dat die overtrokken is. Want voor de winterstop nog zeiden we met z'n allen dat deze competitie dit jaar in Nederland niet goed, maar wel vermakelijker dan ooit tevoren was. Spannender, meer strijd, gelijkwaardigheid. Dat heb ik overal gelezen in kranten, vanaf de Volkskrant tot de Telegraaf en andersom. En nu hebben we een buitengewoon slechte wedstrijd gehad. En nu roepen we opeens weer met z'n allen heel hard, nou, dit kan toch niet meer. Dat vind ik dus ook overtrokken. En ik wou eens aan meneer Van Rij vragen. Ik sta open voor iedere oplossing, maar u kunt mij toch niet garanderen wanneer we als topclubs in een competitie gaan spelen met clubs uit Scandinavië, uit België en Portugal, dat het Nederlands voetbal gered is? Ik zeg niet dat dan het Nederlands voetbal gered is. Ik zeg alleen dat daar een basis zou zijn om het voetbal, het topvoetbal, ook in Nederland tot de mogelijkheden te laten behoren. Om daarmee de mogelijkheid te creëren dat topvoetballers langer hier blijven. En daarbij ook topvoetballers kunnen behouden en daardoor het niveau omhoog kunnen krijgen. En hoe dat precies, er zijn zoveel hele goede ploegen in dezelfde problemen als wij. En daar komt natuurlijk in de toekomst een keer een Europese competitie. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar op weg daar naartoe moeten wij iets doen om erbij te behoren. En dat is iets waar ik jarenlang gepredikt heb om daar iets aan te doen. Want je kunt niet dadelijk van een niveau van de Nederlandse competitie die in vergelijking met de rest zoveel verschilt, dan doen we niet meer, dan mogen we niet meer doen, want dan is het dadelijk een competitie, dat is zich aan het aandienen, waarbij een Europese competitie ontstaat door een samenwerking tussen topclubs in de grote vier landen. Dat kun je vergif op innemen. Ja, maar het probleem zit natuurlijk hierin, dat als je een Champions League met elkaar in het leven roept, waarin de besten van de besten gaan spelen, dat nu eenmaal de graadmeter wordt voor de kijker. En alles wat zich daaronder afspeelt, of nou een Euroleague heet of anders, dat niet de interesse heeft van het tv-publiek. En dus levert dat geen geld op. Daar ben ik het dus niet met je eens. Dat blijkt wel uit Engeland. En uit Engeland, daar is er nationaal, daar is competitie. Daar betalen ze voor de competitie net zoveel als voor de Champions League. Dus maar Champions Engeland willen ze Celtic en Rangers helemaal niet eens in hun competitie hebben. Daar is nog steeds twijfel over. Nee, de Engelsen willen het niet. Afgewezen. Ja, maar dat is logisch. De Duitsers willen ons ook niet in hun competitie. Maar is het voor u wel een optie geweest? Nee, alleen moet je proberen iets te doen om ze uiteindelijk daartoe te brengen dat we een regionalisering van het Europees voetbal, zeker van het voetbal in de EU, krijgen. En daarbij moet je op een bepaald moment vergeten dat landsgrenzen heilig zijn. Iedereen vergeet landsgrenzen. Alleen wij in de voetballerij houden ons nog steeds angstvallig vast aan de landsgrenzen. Jawel, meneer Van Rij, maar hebt u van welke instantie dan ook enige steun gehad? Want ik heb het idee dat u altijd een roepende in de woestijn bent geweest. Dat is absoluut zo. Maar ook een roepende in de woestijn, die krijgt achteraf, misschien als hij zelf al lang van zijn pensioen geniet, zal hij achteraf toch nog eens een keer gelijk krijgen. Maar u blijft nog 5 jaar, heb ik ergens gelezen, dus u hebt nog 5 jaar de tijd om te strijden. Ik zal daar niet meer zo in de frontlinie staan, maar ik krijg inmiddels
van diverse bureaus veel ondersteuning die daar... Commerciële bureaus die er geld in zien misschien. Nee, helemaal niet. Maar hebben die ook het beste voor met het voetbal? Vindt u wat er nu gebeurt, meneer Van Rij? U heeft al gezegd over de UEFA-bestuurders, dat zijn huichelaars. Bevindt u ook bijvoorbeeld de heren Derksen en Jansma die nu opeens bijdraaien? Dat ze nou, bijdraaien. Ik vind niet dat ze bijgedraaid zijn, erg genoeg nog niet. Maar dan vind ik het ook geen huichelaars. Ik bedoel, ik vind als je de waarheid en datgene wat feiten zijn in die end erkent van Moeruit, dan noem ik dat geen huichelaars. Het is gewoon, ze hebben het niet laten gezien daarmee. Nee, we hebben er zeer langdurig samen over gesproken. En ik vind dat u gelijk heeft als het gaat om hoe maken we de competitie aantrekkelijk. Ik vind alleen niet dat u gelijk had en hebt met een zogenaamde Euroleague, je mag het ook anders noemen. Komen mensen met ideeën binnen op dit moment? Ja, ik vind het een tweede rangs competitie. Het wordt een tweede rangs competitie en dan schiet je doel voorbij, want dan gaat toch je beste spelers weg. Dan gaat het publiek toch denken van, dit is een tweede rangs competitie. Dan komen er niet tegen. Maar waarom is dat zo? Jullie hebben omdat de Champions League de graadmeter is. Ja, maar dan moet je ook zeggen dat de Premier League een tweede rangs competitie is. Nee, ik heb nooit gezegd dat ik met de Premier... Ik heb nooit gezegd dat ik wil concurreren met de Champions League. Ik wil zeggen, de Nederlandse competitie moet je zeggen van Bommeluisje, hoe kun je binnen de EU, laten we daar eens over praten, binnen de EU heb je vier grote competities. Kun je dan niet proberen om er daar vijf of zes van te maken en dan een EU-kampioenschap, dan heb je meer dan aan die Champions League. En dan misschien dat ze in Oost-Europa hetzelfde doen en laat die twee dan maar om de Champions League spelen, waardoor je een veel grotere regionalisering van het voetbal kunt krijgen, een betere verdeling van het topvoetbal over andere landen. En alleen de stappen daar naartoe zijn natuurlijk niet ideaal, daar ben ik. Alleen je kunt niet plotseling van hier naar de ginder springen. Daar heb je een paar tussenstappen voor nodig. Meneer Van Rij, en dat is het enige wat ik altijd. Bijvoorbeeld Frank van Dunne uit Kerkrade stelt voor, zoals het bij het ijshockey gebeurt, een A-pool, een B-pool, een C-pool, waardoor er een soort promotie-effect ontstaat. Zou dat misschien een bijdrage kunnen leveren? Zo best. Alleen het moet allemaal uitgezocht worden. Maar wij hebben het en daarom vind ik het ook niet correct wat de heren hier stellen. Wij hebben daar een heel beroemd bureau uit Engeland, wat ook de Premier League heeft gedaan en ook voor UEFA veel werk, een onafhankelijk onderzoek laten instellen naar de mogelijkheden en de effectiviteit en de totale inkomstenrol. En dat was bijzonder positief. Dat was natuurlijk niet vergelijkbaar met de Premier League. Maar dat was wel, in vergelijking met nu, een stap verder. Ja, maar op het gebied van bijvoorbeeld de grootste bron van inkomsten, tv-gelden, denk ik nou toevallig dat ik daar iets van af weet. En daar zie ik een tendens waarbij het alleen maar minder wordt. Niet alleen in Nederland, maar ook in de omliggende landen. Weliswaar zijn er nog steeds, niet u, maar andere voorzitters die ons denken te moeten vergelijken als het om die inkomstenstroom gaat met andere landen. Dat is al niet zo. Maar ook in Nederland gaat het geld niet meer opgehaald worden. Zoals ook in het buitenland het geld niet meer opgehaald gaat worden. Laat staan dan voor een, met alle respect, een tweederangs competitie, dat wordt lastig. Dat was alleen mijn punt. Hoe genereer je nou geld uit een competitie die normaal niet helemaal meer van Nederland is, die je moet delen met andere landen, terwijl er nog een grote Champions League boven hangt? Dat was mijn punt. Ja, maar Kees, wat ik niet goed begrijp is dat je steeds met die Champions League komt. Je moet niet... Omdat de grootste competitie is. Ja, dat doe je niet aan mee. Maar meneer Verheij wil er eigenlijk een Premier League achter. Natuurlijk, dat doe je ook aan mee naast... Naast de Euroleague, dat zijn twee competities, zoals je nu een Nederlandse competitie hebt. Ja, ik begrijp best dat u creatief moet zijn en beter een slecht idee dan geen idee. Maar ik vind, aan de reacties kunt u toch aflezen dat het wordt niet breed gedragen. De UEFA voelt er niks voor, de media voelt er niks voor. Alleen die paar clubs in kleine voetballanden met grote aspiraties, die ontwikkelen ideeën. En u moet zich ook een keer neerleggen bij het feit dat de massa zegt, nou meneer Van Rij, lucht geprobeerd, maar dit vonden we niet zo'n goed idee. Maar dan vraag je ook. Daar heb ik ook geen probleem mee. Maar u blijft een beetje vechten tegen de bierkaart. Nee, Johan, dan naar jou de vraag, zie je ooit dat Nederlandse clubs bij de top komen in Europa dan? Nou, dat is bijna niet meer mogelijk. Want dat is toch de gedachtegang die meneer Van Rij heeft. Ja, maar via de Euroleague wel? Ja, maar die gedachtegang, die delen wij wel. Ja. Alleen de oplossing, ik denk dat je, hoe naar dat ook klinkt, dat je moet accepteren dat Nederland, dat is natuurlijk voor clubbestuurderen niet te accepteren, dat hoort ook niet zo, maar dat je toch reëel moet zijn en moet zeggen dat Nederland inderdaad een land wordt wat op voetbalgebied een minder grote rol gaat spelen. Dat moet je accepteren dus. Ik denk dat je moet accepteren omdat er geen middelen zijn om dat in te halen. Er is één reden waardoor meneer Van Rij een Europese topclub kan worden. Als Philips zegt, wij willen dit als uithangbord van onze firma hebben en we steken er zoveel geld in, en dan kan meneer Van Rij er een topclub neerzetten, maar niet volgens mij via de Euro. Maar het is dus heel opmerkelijk. Jullie accepteren het feit dat Nederland afzakt op het niveau wat nooit met wat wordt.
als meneer Spaan schrijft dat, dat Van Bommel snel naar het buitenland moet gaan omdat hij hier niet meer kan leren, kan, krijg ik, ook al heb ik, 100 miljoen gulden meer, dan krijg ik die spelers niet. Want jawel, u kunt hem houden. Het is je niet aantrekkelijk. Jawel. Het is misschien heel defensief, maar ik zeg dat het wachten is op het moment dat het om ons heen in elkaar plettert. Daar geloof ik nou in. Zodat het weer dichter bij elkaar komt. Dat het op die manier dichter bij elkaar komt. Je kunt niet blijven doorgaan zoals, kijk maar naar wat er nu met Barcelona aan de hand is. En zoals in Italië met clubs vergaat. Je kunt niet blijven doorgaan met geld verspillen, over de balk smijten en zien dat de tv-markt toch op den duur verzadigd raakt. Dus uiteindelijk denk ik dat een goed beleid in Nederland zal leiden tot de verkleining van de markt, omdat die anderen met hun landbeleid in elkaar zitten. Kees, maar dat duurt ook 5, 6, 7, precies, jaar. Dat zal gebeuren, maar de tv-gelden in Nederland zullen nooit opwegen tegen de tv-gelden in Spanje, Italië en Engeland. Nee, maar daar gaan ze ook gewoon terug. En dat betekent dat gezien hun begroting ze daar ook in de problemen gaan komen. Ze kunnen niet meer de gigantische salarissen betalen, trouwens. En in Nederland is ieder miljoentje waar we teruggaan, is fnuikend, verdwijnt er weer één of twee clubs. Dan gaan we eens naar die Premier League, want u heeft daarin gelijk. Ik bedoel, de mooie kant voor het Nederlands voetbal, dat zagen we ook aan Van Nistelrooy, zoals die zich ontwikkeld heeft. Doet u dat dan nog plezier of stoort u dat eigenlijk? Dat u dat met heimwee aanziet allemaal, wat er gebeurt? Nee. Nou, wat mij... Kijk, dat zijn beelden van vroeger, van de bijzonder jonge Ruud Van Nistelrooy. Nee, want daar ben je natuurlijk best trots op dat zo'n jongen, zo'n Nederlandse jongen die eigenlijk bovendien heel veel respect en waardering voor heeft. Speciale jongen dit. Het op deze wijze doet, maar ik had dat niet anders verwacht. Dus wat dat betreft denk ik dat we het daar vlot over eens zijn. Daar kun je ook trots op zijn en daar moet je ook aan meewerken. Maar, dus, maar het punt is alleen dat door onze export van alle goede spelers, de aandacht, en dan moeten we ons de aandacht van de media en de beleid uit het RTL-programma uitgaat naar de competitie in het buitenland, omdat die een veel hogere waarde hebben. Verder gevolg is dat het bedrijfsleven ook daar dadelijk, want waarom zouden ze daar niet in die clubs investeren, hebben ze veel betere exposure, zelfs in Nederland, in plaats van dingen. Dus we raken helaas van de regen in de drup en de inkomsten en de ambities van het bedrijfsleven om bij ons te investeren, zullen daardoor nog veel minder worden. Dus we exporteren zogenaamd talent tot plezier en dat wordt ook door iedereen toegejuicht, maar daarna zitten we zelf uiteindelijk met de brok op de long run. Betalen we, krijgen we daar de vrucht. Daarom de laatste vraag voor de reclame nu ook. Zien we Van Bommel, Hofland en Kersma volgend jaar niet meer bij PSV, maar in het buitenland terug? Niet alle drie. Maar zeker eentje of twee? Ik zat één of twee. Eén of twee, niet drie. Oké, gaan we daar zo over doorpraten. Gaan eens kijken hoe het met de poll is. De tussenstand van het trainingskamp in La Manga, of dat alle problemen uit de lucht heeft geholpen. Eens kijken, nee. Ja, de lucht is volledig opgeklaard, zegt 22%. Nee, er is nog steeds onvrede, 22%. Nee, maar zolang de resultaten goed zijn, is er niets aan de hand, maar liefst 56%. Ik kan melden dat tot nu toe 2000 mensen hebben gereageerd voor Kees, want die riep vorige week over reageren er eigenlijk. 2000 mensen tot nu toe, Kees. Alle kijkers. Bleef. Alle kijkers, inderdaad. Nee, we zitten niet bij Kanaal Plus, Kees. Oh, sorry. We zitten niet bij Kanaal Plus, zeg ik net. Het is bijna 8:30. U kunt nog steeds reageren via www.voetbalinsight.nl. We zijn bezig met het programma Voetbal Insight vanuit Gouden. Tot zometeen. Wel was, en dat is natuurlijk heel slecht geweest.